Ja, wat het inhoudt. In psychose kun je van alles voor, door en van alles krijgen. Dus, kan door het straatleven zijn geweest, kan door de wiet zijn geweest, kan door de problemen zijn geweest. Dus ja, je maakt van alles mee waardoor het komt. Maar bij mij kwam het op een gegeven moment zo hoog stapel op van alles. Dat zeg je, eigenlijk heb je door van alles wat je meegemaakt hebt, heb je het gekregen. Ja. Ja, dit is dan de plek waar ik meestal wel lag. Hier net een stukje achter de boom. Hier, dit stukje, dan kun je net niet zien liggen. Ik ben Lieke Verfaye. En samen met Joyce Dijkstra duik ik in de wereld van dak- en thuisloosheid in Nijmegen. Het aantal daklozen stijgt de laatste jaren in Nederland. En met het woningentekort lijken de problemen niet zomaar opgelost. Waar moet je beginnen als je met een GHB-verslaving op straat staat? Ik had geen idee. Het stigma waar daklozen mee moeten dealen is groot. Want als je in Nederland dakloos bent, dan zal het vast je eigen schuld zijn. Want je hebt ook buren, zeg maar, die je gewoon al jaren groeten. En als je hoort dat je op straat staat, dan praat ze gewoon niet meer tegen. In elke aflevering ontmoeten we iemand die dakloos is of is geweest. En gaan we langs bij iemand die met deze doelgroep werkt. In het centrum van Nijmegen is Leandro Affel aan het prikken voor Stichting Dagloon. Bij Dagloon werken daklozen en ex-daklozen in ruil voor een vrijwilligersvergoeding en een betere kans op de reguliere arbeidsmarkt. Leandro is daar met 15 jaar de langstwerkende vrijwilliger. Een groot deel van zijn leven bracht Leandro door op straat. Ik heb vandaag met hem afgesproken om zijn verhaal te mogen horen. Hey Leandro. Hallo. Hoi, hoe is het? Goed. Ja? En ik zie ook dat je iemand hebt meegenomen. Ja, mijn begeleiding voor Marco. Marco van Sluis. Ja. En we hebben wekelijks dan gesprekken en zo. En dan komt hij wel eens erbij en dan loopt hij een stukje met me mee. En jouw begeleider, zeg je? Ja, dat is mijn begeleiding, ja. Okay. Ik ben begeleider bij de RIBW en ik begeleid Leandro nu sinds een jaar of drie weer. Maar ik ken Leandro al vanaf dat ik kwam werken, want toen woonde hij nog bij ons, de locatie. En ik help Leandro met dingen waar hij mee zit, waar hij niet uitkomt. Of als hij vragen heeft of als hij even moet bellen, dan ondersteun ik hem erin. Marco begeleidt Leandro al een lange tijd. Ze hebben een sterke vertrouwensband opgebouwd. Leandro vindt het dan ook fijn om Marco erbij te hebben tijdens de opnames. Ik ben benieuwd naar wat er in Leandro's leven is gebeurd waardoor hij op straat kwam te staan. We vinden een bankje bij de Waalbrug om even te gaan zitten. En hoe is dat zo gekomen? Hoe kom je bij een leven op straat? Ik kan me voorstellen dat daarvoor wel dingen gebeurd moet zijn voordat je op zo'n punt komt in je leven. Ja, mijn moeders vriend was extreem alcoholverslaafd, dus dat ging niet goed samen. Dus er werd veel ruzie gemaakt en veel problemen onderling. Hè. En ja, daardoor ben ik ook veel, wat ik al zei, op straat beland. Ja, en ik had echt problemen met hem. Ja, gewoon heel erg echt alcoholisch, zeg maar, bezig. Wat je ook vaak ziet bij mensen. Dus dat kinderen ook echt strepen krijgen of krassen krijgen, weet je wel. Dus van alles gewoon. Door zijn agressiviteit? Ook door zijn agressiviteit, door zijn nalatigheid. En, dan ging hij ook bijvoorbeeld zeggen, je moet schoonmaken. En dan ging hij schoonmaken en dan kwam hij gewoon een half uur later binnen. En dan, oeps, geknoeid. En dan kon je weer opnieuw beginnen, weet je wel. Allemaal dat soort dingen. En vooral door mijn moeder, ik koos toch voor mijn moeder. Dus je wou toch bij je moeder blijven, ook omdat ze ziek was. En als je dan bij je moeder blijft, automatisch kom je hem ook tegen. Dus ja, soms gaat het en soms gaat het niet. Dus je moeder was ziek? Ja, mijn moeder had kanker, ja. Ja, uitgezaaid. Leandro's thuissituatie met een alcoholistische stiefvader liep steeds vaker uit de hand. Politie en jeugdzorg raakten betrokken en grepen in. Wanneer was het dat je dan bij je moeder en de vriend van je moeder woonde? Ja, dat is vanaf mijn jeugd tot mijn 15e gebeurd.
Dus vanaf je 15? Tot mijn 15e. Tot mijn 15e heb ik in de OTS gezeten. Of op mijn 15e heb ik in de OTS gezeten. Op mijn 17,5 kwam ik uit OTS en toen ben ik weer naar huis gegaan. Ja, want OTS is onder toezichtstelling. Onder toezichtstelling van bureau jeugdzorg. Is het een gesloten, een soort van gesloten woongroep of hoe? Nee, het is meer een jeugdgevangenis. En hoe lang heb je daar gezeten? Anderhalf jaar. Anderhalf jaar. Ja. Dus je ging richting de 17? Twee verjaardagen, twee keer kerst, twee keer oud en nieuw, twee keer Sinterklaas, noem maar op, de feestdagen, paasje. Twee keer niet meegemaakt en twee verjaardagen ben ik gevierd dan. Weet je man, hoe was dat voor je? Ik heb anderhalf jaar zonder bezoek gezeten. Dat lijkt me best wel heftig, omdat... Toen ik naar buiten kwam, vijf jaar later, was mijn moeder overleden. Dus ik heb ze maar nog heel even kunnen zien. Ja. Leandro werd onder toezicht gesteld en kwam in een gesloten jeugdinstelling terecht. Uitspraken zoals een onder toezichtstelling worden in Nederland gedaan via het rechtssysteem. Bij een OTS krijgt een gezin verplichte hulpverlening die te maken heeft met de opvoeding van het kind. Hi, goedemorgen. Goedemorgen. Welkom in de kantoorrichting. Dank u wel. De verantwoordelijkheid om deze ingrijpende beslissingen te nemen ligt bij de rechter. Rechter Riet Veld ontvangt mij in het kantongerecht in het centrum van Nijmegen. Kinderen die in de problemen zitten of die thuis in de problemen zitten, daar neem ik ook beslissingen over. Over ondertoezichtstellingen bijvoorbeeld. En als het echt helemaal niet goed gaat thuis, ook wel over uithuisplaatsingen. En hoe beslist u nou dat er een uithuisplaatsing bijvoorbeeld moet komen? Van, waar baseert u dat op? Op welke wetten? In Nederland is in de wet geregeld dat als er een uithuisplaatsing of eerst een ondertoezichtstelling moet zijn, dat er dan een ernstige ontwikkelingsbedreiging moet zijn van een kind. Zo staat dat in de wet. Dus dat betekent niet dat er, als er maar kleine dingetjes aan de hand zijn, maar er moet echt wel iets ernstigs aan de hand zijn. En wat dat precies is, kan ik natuurlijk in het algemeen niet zeggen. Dat is in elke zaak natuurlijk net anders. En als het dan niet anders kan dat een kind uit huis geplaatst wordt, pas dan gaat de rechter over tot een uithuisplaatsing. Het moet gaan om een ernstige ontwikkelingsbedreiging die ouders ook niet zelf kunnen oplossen. Kijk, als het even kan, dan houden we kinderen liever thuis. Maar soms is het thuis zo slecht voor kinderen dat het niet anders kan. Dus dan, ja, en dat kan je ook af en toe best wel raken, ook als gewoon als mens, als je er gewoon zit. Zeker. Maar de beslissing, dat is nou eenmaal mijn werk en ik moet dat ook. En die beslissing zal ik dan ook wel nemen. Een ernstige ontwikkelingsbedreiging dus. Dat was de reden dat Leandro uit huis werd geplaatst. Na anderhalf jaar mocht Leandro de instelling weer verlaten. De keuze waar hij zou gaan wonen werd aan hem gelaten. Ze hadden wel een plan dat ik op een kamer kon kiezen of op een kamer of terug naar huis, omdat ik nog geen 18 was. Dus ik dacht, ja, ik heb mijn moeder lang niet gezien, ik kies voor thuis. Maar ja, op een gegeven moment was het gewoon dezelfde situatie. Dus thuis is niks veranderd. Want hij was gewoon nog steeds met zijn drank bezig. En toen dacht ik, ja, daar zit ik dus niet aan. En dat is nu al jaren duidelijk. En nu begint hij nou weer van vooraf aan, zeg maar. Toen ben ik gelijk weer weggegaan. En waar ging je toen naartoe? Naar buiten. Ik ben gewoon weer weggelopen, zeg maar. En ik zei, dan zoek ik het zelf wel uit. Ik ben nu 18. En dan ga ik wel kijken waar ik terecht kan komen. En zo ben ik, zeg maar, iedere keer buiten beland. En dan weer een paar maanden binnen. Weer een paar maanden buiten. Weer een jaar naar buiten. En dan weer een paar maanden naar binnen. Dus het is echt af en aan geweest. Van dan had je weer een dan had ik weer een plek hoofd, en dan weer dan niet. Weer eruit. Ja. Zoals ik hoor van veel daklozen die ik heb gesproken, zijn ze allemaal opgegroeid in een onveilige thuissituatie. Zoals bij Leandro, waar verwaarlozing en mishandeling tot de dagelijkse praktijken behoorden en jeugdzorg en politie vaak in beeld waren. Dan is het leven op straat misschien nog wel veiliger dan thuis. Nou, en wat doet het mentaal met je om buiten te zijn? Mentaal, ja.
Wat doet het mentaal met je? Soms zak je in en soms heb je ook weer een leuke dag. De ene dag is leuker dan de andere, laten we het zo zeggen. Dus. En wat maakt een dag dan leuk? Wat maakt een dag leuk? Ja, als je gewoon je slaapplekken hebt en je hebt kunnen eten, je hebt kunnen drinken, kunnen douchen. Dat je toch een beetje normaal door de winkelcentrum heen kan lopen en dat je niet zo stinkt, zeg maar, na weet ik veel wat. Want sommige slaapplekken, ja, die ruften gewoon. En dan stink je zelf de volgende dag ook, of je ligt in een bosje of zo, weet je wel, dat soort dingen. Mm-hmm. En dan zit je weer onder het zand en dan kun je niet douchen, maar je moet wel je boodschappen doen. En dan gaan de mensen je ook aankijken. Want je hebt ook buren, zeg maar, die je gewoon al jaren groeten. En als je horen dat je op straat staat, dan praat ze gewoon niet meer tegen je. Dan willen ze gewoon bijna niks mee te maken hebben. Alle problemen stapelden zich op. Toen Leandro op straat leefde, werd het hem te veel. Op een gegeven moment stort ik gewoon in. En dan gaat gewoon je licht uit. En als dat gebeurt, dan is het echt niet fijn om mee te maken. Want ja, je kan geen houding, laten we zeggen, je kan niet eens lopen. Dus je kan ook niet naar het ziekenhuis lopen, je kan geen 112 bellen. Je bent gewoon niet, je bent wel erbij, maar je bent niet aanspreekbaar. Je zit zeg maar in je eigen opgesloten. Ja. Hoe was het voor je om dat zo te ervaren? Want het klinkt dus zo, ja, je had het... Ik wist niet waar ik in terecht kwam, omdat ik eigenlijk nog nooit van psychose had gehoord. Ik ken het niet. Ik was er eigenlijk nooit mee bezig. Dat was niet bij mij aan de orde, zeg maar. Dat is gewoon van de een op de andere dag gekomen. Heb je zo een beetje uitgelegd wat dat dan inhoudt? Of weet je nu wel wat het inhoudt? Ja, wat het inhoudt. In psychose kun je van alles door en van alles krijgen. Dus, kan door het straatleven zijn geweest, kan door de wiet zijn geweest. Kan door de problemen zijn geweest, dus ja, je maakt van alles mee, waardoor het komt. Maar bij mij kwam het op een gegeven moment zo hoog stapel op van alles, dat zeg je, ja, eigenlijk heb je door van alles wat je meegemaakt hebt, heb je het gekregen, ja. Ja. Leandro kreeg ineens te maken met een psychose. Als de spanningen te hoog werden, ging steeds vaker licht uit, zoals hij het noemt. Waar zijn we hier? Hier zijn we bij een plek van heel lang geleden. Toen ik bij de Radboud, zeg maar, nog intern zat. Nou, dan gingen we hier wel eens jointje roken of sigaretten roken of een beetje drinken. Of gauw voordat we naar binnen gingen. Ja. En waarom deze plek? Omdat het warmte afgeeft. Hè. Je zit toch warm. En ja, ze konden ons niet vinden eigenlijk, zeg maar. Daar deden ze onze stoute dingen, zeg maar. Onze stoute dingen. Hier deden jullie die. Ja, stoute dingen. Ja, jointjes roken, sigaretten. Wat eigenlijk niet mag, zeg maar, van de instantie. We zijn bij het Radboud UMC, waar Leandro een tijd op de afdeling psychiatrie heeft gezeten. Bij de ingang herkent hij gelijk het hangplekje waar hij vaak zat met anderen van de afdeling in die tijd. Waar zat je dan? Gewoon op de trap. Lekker op de trap zo. Capuchon. Een jas. Nee, maar hier wel. Deze hoek is wel warm. We lopen door naar Aurora, waar Leandro destijds zat. Hier kwam hij terecht doordat de rechter besloot dat Leandro een behandeling nodig had. Ze hebben me eigenlijk gewoon van straat geplukt, ja. Gewoon een dag heb ik op politiebureau gezeten, dat is uit de hand gelopen. En toen kwam de rechter en die zei tegen me, ja, we willen toch gesprek met jou aangaan. En uiteindelijk kwam ik hier en toen moest ik blijven. Van de straat geplukt en meteen in het bureau? Hoe... Ja, naar bureau toe, ja. Word je gewoon in een separeercel gezet. Maar wat is de reden dat ze dat doen? Om je rustig te maken of zo. Ja, hoe was je dan op het moment dat ze je van straat plukten? Het was wel rustig, maar op een gegeven moment kwam de politie erbij. En op een gegeven moment, ja, ik had geen zin in politie. Dus had ik een beetje woorden met de politie, hè. Alleen woorden met de politie? Ah ja, woorden. Grotendeels wel, ja. Grotendeels wel. Ja.
En dan wou ik niet meewerken of zo. En dan had ik geen zin om naar bureau te gaan. Ja, dat is dan een beetje uit de hand gelopen. Wat was eigenlijk de reden dat de politie erbij kwam? Of... Nee, de politie rijdt gewoon klem, zeg maar. Want mensen hebben dan gebeld of je familie of kennissen als je een beetje problemen hebt gehad. En dan gaat de politie gewoon een onderzoek instellen. Maar een beetje problemen, dat heb ik ook wel eens. Maar ja, bij mij komt er niet meteen een politie. Dus vandaar dat ik nee, maar iemand, wat ben, ik net al nog een keer zei, mijn moeder zijn vriend had een kwaaie dronk. Dus ja, dat ging wel eens fout. Dus dan kwam er wel politie. Dus fout in de zin van... Dronken, agressief, vervelend. Ja. En daar ging ik dan op in. En jij ging daar... Ja, ik ging daar op in, joh. En ik, ja, dan zegt ze, ja, dat is niet eigenlijk verantwoord om als nuchtere, zeg maar, er iets tegen te doen bij een alcoholist of bij een dronken iemand. Ja. Maar het laten gebeuren is ook niet wat je wil. Dus jij ging in op het gedrag van die vriend en op welke manier deed je dat? Op allerlei manieren. Van ruzies tot agressiviteit onderling, vechtpartijen, noem maar op. Dus. Je uit je boosheid dan fysiek of heel verbaal? Kort lontje, zeg maar. Ja. En soms liep het gewoon erg uit de hand. En dan was je gewoon tot dingen toe in staat, wat ik het nou liever niet over ga hebben. Nee, heb je het daar liever niet over? Nee, liever niet. Wat is de reden dat je daar liever niet over praat? Gewoon, daar heb ik geen zin in, omdat ik weer in mijn verleden op zie rakelen, weet je wel. Dit heeft toch wel een bepaalde plek gehad, of een bepaalde tijd en periode voor mij die ik wel graag afgesloten heb. Het is niet zo dat ik een echte raddraaier ben of zo, dat het allemaal aan mij heeft gelegen. Het is ook andermans dronkenschap geweest, snap je? Want als mensen drinken, ja, dan word je zelf een beetje... Je moet wel een keer een beetje van ophouden, weet je wel, met drinken of zo, weet je wel. Maar dat deed jij dus niet. En dat was dus het probleem en daar ging ik op in. En dan werd ik af en toe agressief van. Ja. Ja, dat is lang geleden. Leandro is het niet helemaal eens met het feit dat hij door zijn boosheid in verplichte opname terecht is gekomen. Hij heeft de regie over zijn eigen keuzes verloren. Ik ben ook benieuwd hoe zijn begeleider Marco hier tegenaan kijkt. Wat ik zeg maar zelf uit ervaring met Leandro heb gemerkt, is op het moment dat hij veel stress krijgt of veel dingen aan zijn hoofd heeft, hoe moet je dat zeggen, een bepaalde druk op hem geven. Dan gaat Leandro in zichzelf. Dat heeft hij verteld ook. Hè. Hij keert dan in zichzelf. En het licht gaat uit. Omschreef hij zo heel mooi. En dat zie je dan ook echt gebeuren aan hem. Maar wat er dan vooral is, er komt heel veel boosheid naar boven. Dus hij wordt gewoon heel boos. Dat is echt, dan ken je hem niet terug. Dan is hij zo kwaad op iedereen. En dan loopt hij op iedereen te schelden. Hardop. En dat is dan weer het onbegrepen gedrag wat mensen zien, hè, op straat. De politie wordt erbij gehaald en die zien, oh, dit is iemand die problemen heeft. Hè? Het gaat niet goed met die persoon. Dan halen ze er een noodarts bij en de noodarts die bepaalt eigenlijk op dat moment of je opgenomen wordt of niet. En op het moment dat ze je opnemen en je bent bijvoorbeeld heel erg agressief en noem het allemaal op en ze hebben een vermoeden van wat je hebt, dan krijg je een spuit in de kont. En die spuit in de kont is simpel echt gewoon een enorme boost om een spiegel in het bloed te krijgen om iemand tot rust te brengen. Kijk, als iemand tegen de muren aanvliegt en alles sloopt, dan kunnen ze helemaal niets met je. Dus dat is een ontzettende noodgreep die ze doen op dat moment om iemand eigenlijk naar beneden te krijgen. Dus in rust te krijgen. En dat, hebben ze dat ook bij jou gedaan, Leandro? Ja, meerdere keren. Meerdere keren? Ja. Ja, meerdere keren, ja. Hoe ging dat... Bij jou, wat was de aanleiding voor jou als wij dan teruggaan naar de eerste keer? Ja, dat was Marco. Zeg, ja, ik was toen in een verwarde situatie omdat ik zeg maar niet zo goed wist waar ik in terecht kwam. En voor mij was het ook de eerste keer. En ik was best wel agressief en ik dacht met agressie wel wat op te lossen, maar ja. En dan zet je gewoon met een paar man zeg maar tegen de muur. Ze trekken gewoon even je broek naar beneden, dan zet de spuit in je kont en ze zijn weer weg.
Dus, ja. Dus dat was uiteindelijk voor jou ook een redmiddel om jou tot rust te brengen? Dat zeg je de rechter, ja. Dat zegt de rechter. Jij, en wat zou jij daarvan zeggen? Nee, helpt niet. Nee? Helpt niet. Ik was gewoon een paar dagen was ik net zo agressief. Maar ik wil nog aanvullen inderdaad. Ik weet ook van andere cliënten en jongens die ik begeleid dat de spuitende kont is echt traumatisch. Dat is bij iedereen die ik begeleid die dat heeft meegemaakt, wordt het echt gezien als een traumatische ervaring. Want je bent totaal machteloos. Je wordt inderdaad vastgegrepen. En, ik bedoel, het is een noodoplossing. Hè? Dus het is, maar het is wel traumatisch. Ja. Zou je het ook als traumatisch omschrijven? Ja. Ik hoef het niet nog een keer te hebben. Het is niet iets waar je eerst zeg maar, graag op zoekt. Om te laten gebeuren bij jezelf. Nee. Nadat Leandro was klemgereden, zoals hij het noemt, was het de rechter die besloot dat hij opgenomen moest worden. Rechter Rietveld doet uitspraken over zorgmachtigingen, waarbij mensen verplichte zorg opgelegd krijgen. Als mensen psychische problemen hebben en ze hebben daar hulp bij nodig, zorg voor nodig. En normaal gesproken dan vragen ze daarom en dan praten ze met de dokter en dan krijgen ze zorg. Maar soms dan denkt de dokter voor deze mensen is meer zorg nodig dan dat ze zelf willen. En dan kan je bij de rechter terechtkomen en dan kan de officier van justitie namens de dokter vragen om een zorgmachtiging. En dan kunnen aan mensen kan verplichte zorg worden opgelegd. En dat kan zijn bijvoorbeeld een opname in een instelling en voor psychische hulp. Of het kan bijvoorbeeld zijn het moeten nemen van medicijn. Maar dat is dus als mensen zelf niet meer willen. En dat kan gebeuren als je zelf zo in de war bent dat je niet meer goed kan oordelen over wat goed voor je is. En we doen dat alleen maar als er voor iemand, en zo noemt de wet dat dan, ernstig nadeel kan ontstaan. Dus als iemand bijvoorbeeld zichzelf heel erg verwaarloost of dat het gevaarlijk wordt voor iemand om alleen te blijven wonen, dan kan een zorgmachtiging worden gegeven door de rechter. Maar dat is ook weer helemaal aan het einde van het traject van eerst vrijwillig proberen. Leandro heeft sindsdien een zorgmachtiging opgelegd gekregen. En moet hierdoor voldoen aan eisen die de rechter aan hem heeft opgelegd. En daar is hij het niet altijd mee eens. Ik had een behandeling aan van de Radboud of van GGZ hier in Nijmegen. En daar komt een diagnose uit wat je moet doen en wat het beste voor je is. En er was bij mij dan een bepaalde medicijn te gaan slikken. Dus. En dat... Ja, dat laten ze dan niet aan jezelf over, want het wordt ook bij jou dan... Ze komen het wel brengen, ja. Ze komen het wel brengen, ja. Ze komen het wel brengen, anders zou het misschien niet gebeuren. Nee, en wie bepaalt dat? Justitie? Ja, de rechter, ja. De rechter, ja? En alleen de rechter, of...? Nee, de rechter die doet de uitspraak, dus die neemt de beslissing. Het vooradvies wordt gemaakt door de psychiater die de behandeling toeziet. De behandelend arts. Die bekijken zeg maar, samen wat het advies is voor de rechter. En dan besluit de rechter daarin of dat hij het advies volgt of niet. Hoe is dat nou voor u dat u voor iemand kan beslissen dat hij bijvoorbeeld bepaalde medicatie moet nemen? Nou, ook daar word je ook eerst door de psychiater voorgelicht. Hè? De onafhankelijk psychiater die iemand eerst onderzoekt. En die vertelt dan aan de rechter van er is sprake van een psychische stoornis. En dat weet je dan als rechter. Die vertelt ook of er sprake is van een ernstig nadeel. En vaak komen dan op de zitting de behandelaren van zo iemand, die komen dan ook vertellen wat het ziektebeeld is. En dat doet de onafhankelijk psychiater ook. En die behandelaren vertellen dan, om dit ziektebeeld, bijvoorbeeld als iemand last heeft van psychoses, om een ziektebeeld te bestrijden, dan is het een goed idee als iemand antipsychotische medicatie neemt, bijvoorbeeld. En aan de hand daarvan beslis je dus of er verplichte zorg in de vorm van medicatie geven moet worden gegeven aan iemand. Dus aan de hand van die informatie en ook aan de hand van wat iemand zelf daarover vertelt natuurlijk, neem je die beslissing. Het
Je hebt het zeg maar steeds meer nodig. Gewoon geestelijk en lichamelijk heb je het steeds meer nodig. Als je vroeger had je gewoon zoiets van ik ben buiten adem, ik ga even lekker op een bankje zitten en ik kom vanzelf wel weer op adem en dan gaan we weer doorlopen. Maar nu is het gewoon dat je echt iets moet slikken, wil je gewoon de dag doorkomen. Ik vraag ook af of je er wel beter van wordt, die medicatie. Ja, als ik medicatie moet slikken, dan zul je wel niet beter worden, denk ik. En ondanks dat je het er niet mee eens bent, neem je het wel, omdat dat moet. Ik kan niet zonder medicijnen nu. Daar zou ik het toch af moeten bouwen. Dan zou er toch een bepaalde dosis weer moeten zijn van je slikt zoveel minder. Een gedurende periode, ik weet niet hoe ik moet afbouwen. Ja, ik was een gezonde jongen, maar ik voel me gewoon gesloopt. Dat staat zelf. Van het gaat er goed of zo. Douw me een paar pillen in zijn mek en laat hem achter de feiten aanlopen. Bob, je wordt gewoon klem gereden. En dat wil je dan niet, maar je wordt gewoon een spuit in je kont gezet en je moet. Dus jij denkt er heel anders over dan de keuzes die dus voor je zijn gemaakt. En daar werd ik dus ook agressief door. Ja. Hoe is dat voor jou, Marco? Om dan te zien dat Leandro daar anders over denkt. Maar toch ook wel weer de regels die daar omheen hangen en het besluit dat is genomen. Dat zijn twee verschillende meningen. Mm-hmm. Hoe is dat voor jou om met die twee verschillende verhalen daarmee dat tegen te komen? Net zo dubbel als dat hij erin zit. Aan de ene kant zie ik wel het nut van de medicatie. Ik zie wat het doet. Maar ik zie ook de nadelen van medicatie. Dus ik zit daar dubbel in. Ik denk dat sommige mensen daadwerkelijk medicatie nodig hebben om op een bepaald peil te blijven. Dat hun de ruimte geeft om te leven. Daar geloof ik in. Of het nou is voor een ziekte of voor een geestelijke ziekte. Daar geloof ik wel in, maar of dat iedereen die medicatie voorgeschreven krijgt ook daadwerkelijk die medicatie nodig heeft, daar durf ik niet over te oordelen, want dat weet ik niet. Ik heb soms wel eens gedacht en ik heb het ook wel eens gezien dat jongens tijdelijk stopten met medicatie en toen bleek het inderdaad super goed te gaan. Maar ik heb ook wel eens jongens gezien die stopten met medicatie en die begonnen na 3 weken als de spiegel begint te zakken toch echt wel heel raar gedrag te vertonen. En zichzelf ook echt wel te verliezen. En dan denk ik van zo iemand zou toch wel zijn pillen moeten slikken. Dat is geen eenduidige conclusie uit het trekken. Nee, het is niet zwart-wit. Hoewel Leandro het er niet mee eens is, neemt hij zijn medicatie voor zijn psychose zoals van hem geëist wordt. Als hij dit niet zou doen, zou hij weer voor de rechter moeten verschijnen. En kan hij weer verplicht opgenomen worden. Nou ja, wat echt heel mooi zou zijn, is dat in de toekomst dat mensen die in de war raken of psychische problemen hebben, er samen met hun zorgverlener uit kunnen komen wat voor zorg er voor hen nodig is. En dat je als rechter eigenlijk gewoon niet meer nodig bent. En dat wij andere conflicten tussen mensen op kunnen lossen in plaats van deze. Dat zou echt heel mooi zijn. Het is alweer 8 jaar geleden dat Leandro door zijn agressie in aanraking is gekomen met justitie. De laatste jaren lijkt Leandro beter om te gaan met zijn psychose gevoeligheid. Of dat komt door de medicatie, dat weet Leandro zo net nog niet. Leandro heeft ondertussen alweer 3 jaar zijn eigen huisje, waar hij terecht is gekomen via een traject van Ireszorg. Inmiddels staat het huis op zijn naam en kan hij hier blijven wonen. Is dat voor jou echt wennen om het leven op straat naar een woning te gaan? Hoe is dat verschil voor jou? Hoe is dat verschil? Ja, ik zat me iedere keer te irriteren zeg maar, op straat, zeg maar, gewoon tegen instanties van luister, ik wil graag een woning. Maar hoe snel krijg je een woning aangeboden tegenwoordig met woningnood? Niet snel dus. En uiteindelijk kreeg ik dan een woning en toen dacht ik bij mij, oké. Nou moet ik de kans grijpen en dan moet ik het niet verliezen natuurlijk. Maar gelukkig was het niet zo. Dan kun je alles voor niks gedaan hebben. Dus ik heb nou weer een woning. Ja. Wil je deze foto zien? Ja, ik ben echt benieuwd. Wat lief. Hoe oud was je daar? Dit ben jij neem ik aan, hè? Ja, daar was ik een jaar of 5, 6. 5, 6 jaar. Super schattig, man. En ik zie daar ook een
mevrouw daar achter? Dat is mijn moeder, toen ze ziek was. Ja. Dat was net voordat ze doodging. Dit is dus toen ze ziek... Ja, dus, daar is mijn moeder ziek. Ja, kijk maar naar de ogen. De jeugd van Leandro lijkt me iets wat je niet zomaar meer loslaat. Het heeft een stempel gedrukt. Maar Leandro lijkt nu eindelijk weer wat rust te hebben in zijn leven. Hoe gaat het nu met je? Ja, het gaat wel goed. Ja? Alles loopt zoals het moet, dus ik heb nergens geen last van. Nee, alles loopt zoals het zou moeten. Ja, mijn werk loopt, mijn begeleiding loopt. Ik heb geen schulden, dus... Ja, alles loopt zoals het moet. Het is wel goed zo voor Leandro. Hij is tevreden met zijn leven zoals het nu is. En dat doet me goed om te zien.